Hoi, ik ben Mingfang. Ik ga vandaag een vogelnestje maken van aardappels. Natuurlijk niet echt vogelnestje. Die kunnen we in Nederland niet krijgen. Of moet je heel veel voor betalen, maar dat doen we niet. We maken gewoon van aardappels. En daarnaast, als ik een vogelnestje heb gemaakt, ga ik ze vullen met een heerlijke garnalengerecht. Met cashewnoten. Ik ga je nu vertellen wat ik nodig heb. Voor de vogelnestje heb ik aardappel nodig en aardappelzetmeel. Dat was het, meer niet. En voor de vulling heb ik garnalen nodig, bamboe, knoflook, gember, sjaalot, champignons, komkommer, spaanspeper en als laatste boshuitjes. Boshuitje, er is maar eentje, zonder S. We gaan beginnen met wat het belangrijke is voor die garnalengerecht, is met de kombouwsaus. Je weet al hoe je het moet maken. Als je het nog niet weet, ga maar even zoeken. Kombouwsaus in mijn receptenlijst. Begin met aardappel. De schillen. Oh, deze aardappel komt uit de moestuin van een goede vriend van mij. Goed, hè? Ik ging naar zijn moestuin. Dan heb ik zijn moestuin helemaal leeg geplunderd. Superleuk. Eerlijk gezegd denk ik niet dat ik alle drie nodig heb, maar voor de zekerheid, ik heb toch zoveel aardappels thuis. Maar die vogelnestje kun je ook wel lang bewaren, hè? Als je een droge plek bewaart, kan wel een weekje bewaren. En nu aardappels sliertjes van maken. Nou, het zijn allemaal mooie sliertjes, maar die is nog een beetje te hard. Daarom ga ik wat zout overheen doen en ongeveer een kwartiertje zo laten en dan wordt de aardappel lekker zacht. Lepeltje zout in. Nou, terwijl ik wacht, dan ga ik hem bezig zijn. Deze bamboe ga ik ze even laten koken. Kastanje, champignons. Normale champignons ook goed hoor. Of als je niet van champignons gaat weglaten. Half shepherd. Beetje gember. Irritant hè, dat ik alles de helft gebruik. Maar ja, dat is niet anders. Want ik heb niet zoveel, anders wordt het sterk, te sterk. Hey, mooie plakjes. En Spaanse peper in mooie grote ringetjes. Komkommer. In een mooi blokje. Nu ga ik de garnalen pellen. Ik weet het wel dat wij Nederlanders niet gekken op. Die vinden het irritant dat je altijd zo'n staartje erbij zit. Die nog niet gepeld is. Maar voor het beeld van het mooie gerecht is wel mooier als die erbij zit. Dan lijkt de garnalen groter en voller. Ziet er mooier uit. Als je begrijpt wat ik bedoel. Want met Chinees koken gaat het niet altijd alleen maar om lekker eten, maar moet ook mooi uitzien. Want de eerste indruk die je een gerecht ziet, maakt gelijk verschil of het later lekkerder smaakt. Begrijp je? Zo maak je van een klein garnaal grote garnalen. Het is eigenlijk een soort gezichtsbedrog? Nee, of niet? Zoiets. Klein beetje zout. Beetje vetching.
een beetje... olie. Even marineren. Ja, klaar. Bamboe lang genoeg gekookt al. Nu is geen kans meer dat we nog rouwen. Afspoelen met koud water. Zo, ze zijn nu wel lekker zacht. Ga ik even goed spoelen met, zodat het minder zout is. Een beetje droog maken. Zo, een klein beetje. Aardappelzetmeel erin doen. Niet te veel. Ik heb hier twee zeef. Vul ik deze in een ene zeef. En die andere bovenop leggen. Rustig. Ongeveer 8 minuten laten bakken. Moet niet te hard gaan. Oeps. Het is prachtig. Even kijken of de andere kant wel makkelijk loskomen. Woep, antwoord is ja. Ja, die laat ik daar even nog even af, uitlekken van olie. Nu ga ik hem lekker wokken, snel. Olie. Gember, knoflook. En de onderkant van de bossaai. Spanspeper. Laat ik mijn shallotjes ook erbij doen. De smaak van al die kruiden. Maar super lekker. Gaan we nu bamboe erin doen. Kom, kom, champignons. Garnaaltjes erbij. En die saus. Omdat er in de saus genoeg smaak al zit, hoeven wij verder niks meer toe te voegen. Alleen aan het eind een beetje rijstwijn en sesamolie. Zoals standaard bij mijn gerecht. Ziet er mooi uit, hè? Ja, moet eigenlijk iets mooier afwerken. Ik heb hier ijsbergsla gesneden in sliertjes. Want deze is een beetje bol. Die blijft niet mooi op een bord staan. Daarom heb je wat extra nodig. Om die in stand te houden. Garnaal is gaar. Dus, rijstwijn. Sesamolie. Klaar. En opdienen in een vogelnestje. En aan het eind een beetje cashewnoten. Nou, het is mij mooi gelukt. Vogelnestje met garnalen. Eet smakelijk.
Als je mijn video leuk vindt, duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Fijn dat je kijkt naar mijn video's. Dit zijn de originele recepten en je kan ze nergens anders krijgen. Door de recepten te kopen in mijn receptshop help je mij mee om dit YouTube kanaal mogelijk te maken. Wij kunnen het niet doen zonder jouw bijdrage. Vergeet niet, aanschaf van de recepten verplicht je niet tot het bereiden van maaltijden.